Mijn naam is Marta Kapala en ik ben radiotherapeut-oncoloog hier in het Erasmus. En ik hou me onder andere bezig met behandeling van patiënten met keelkanker. Je hebt twee soorten keelkanker, een beetje grof gezegd. Tot heel recent, de meeste keelkankers waren veroorzaakt door roken en overmatig drinken. Maar in de laatste paar decennia zien wij een stijging in door HPV veroorzaakte keelkanker. HPV is een virus, een humane papillomavirus. En die kan ook onder andere dus keelkanker geven. Mijn naam is Ronnie van der Vleuten. Ik ben 53 en in augustus van 2021 is bij mij keelkanker vastgesteld. Nou, ik stond in een ochtend op en had ik last van mijn nek. En ik dacht in eerste instantie, ik heb in een verkeerde houding geslapen, waardoor ik een stijve nek heb. Alleen die stijve nek bleef maar weken duren. En de pijn werd ook steeds erger. En begon uiteindelijk ook door te stralen naar mijn oor en naar achter in mijn hoofd. En toen uiteindelijk ook mijn lymfeklier begon op te zetten, toen was besloten om naar de huisarts te gaan. En bij de huisarts aangekomen, die dacht in eerste instantie dat ik een ontsteking in mijn lichaam had. Omdat ik een opgezette lymfeklier had. En dat wil dan vaak zeggen dat je lichaam bezig is met het opruimen van een ontsteking. Maar mijn huisarts zei van, om dat zeker vast te stellen, gaan we toch even bloed prikken, dus op ontsteking. En uit dat bloedonderzoek kwam dus niks. Al mijn waarden waren goed. Ik had ook geen ontsteking in mijn lichaam. Dus als je eigenlijk naar de uitslag van het bloedonderzoek keek, was ik kerngezond. Maar toch vertrouwde mijn huisarts het niet van, joh, er is niks, maar je hebt wel een opgezette lymfeklier. En dat had ik ook nog nooit gehad, zolang ik leefde, dus al 50 jaar niet. Had mijn huisarts toch besloten om mij door te verwijzen naar de internist in het ziekenhuis. Maar voordat ik bij de internist kwam, had ik gewoon mijn tweede coronaprik. En toen ik die gehad had, had ik een enorme zwelling in mijn hals. En ik dacht dat ik al veel pijn had, maar de pijn was uiteindelijk echt onuithoudbaar geworden. Ik had zo'n vreselijke pijn. Ik wist van gekkigheid af en toe niet waar ik het zoeken moest. Maar met die zwelling ging ik naar de internist in het ziekenhuis. En die ging ook dus gelijk in het goede gebied zoeken. Deed me ook meteen doorverwijzen naar de KNO-arts. En uiteindelijk is men er zo achter gekomen dat ik een keelkanker had. Bij het ontdekken van HPV-gerelateerde keelkanker wil je eerst de ziekte echt in kaart brengen. Dus het wordt meestal een stukje weefsel afgenomen van de tumor. En daarmee kan je ook bevestigen dat je te maken hebt ter eerste met kanker en ten tweede dat het door HPV veroorzaakt is. Daarnaast wordt een beeldvormend onderzoek verricht om te kijken hoe uitgebreid de kanker is. HPV-gerelateerde tumoren geven vaak en snel uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de nek. Dus je wil heel graag in kaart brengen, zijn er inderdaad die uitzaaiingen te vinden en hoeveel zijn er? Het heeft consequenties ook voor de behandeling die je gaat geven. En het wordt ook bekeken of de rest van het lichaam schoon is, zo te zeggen. Dus het is vaak een stap die patiënten heel spannend vinden. Maar gelukkig, meestal is de ziekte beperkt tot de keel, tot de lymfeklieren. En dan kan het met als doel genezing behandeld worden. Daarom voor de meeste patiënten met keelkanker is bestralingsbehandeling, daarom zitten wij ook hier op de radiotherapieafdeling, de behandeling van keuze. En vaak wordt de bestraling versterkt door toevoegen van chemotherapie aan de behandeling. En dat zorgt ervoor dat veel patiënten met HPV-positieve keelkanker een lang traject van 7 weken combinatie chemotherapie en radiotherapie moeten ondergaan. Ik zat bij het ziekenhuis in Dordrecht. Die wist het op het moment niet wat de oorzaak was. Die hadden wel kankercellen aangetroffen in mijn lymfeklier. Maar zeiden wel van dat is niet de oorzaak, dat is dus een uitzaaiing. En omdat het een kanker was in het hoofd-halsgebied, toen zijn mijn dossier doorverwezen naar het Erasmus ziekenhuis. En toen ik bij de KNO-arts in het Erasmus ziekenhuis kwam, die ging ook met de camera in mijn keel. En die zag al heel snel de tumor op het einde van mijn tongbasis zitten. Dus die kwam er dus heel snel achter dat dat de oorzaak was van mijn keelkanker. Ja, ook nog niet de oorzaak van waar de tumor vandaan kwam. Ik had nog nooit gerookt. Ik drink niet. Dus ja, dat waren de oorzaken die ze al gelijk konden wegstrepen. Heeft men een biopsie afgenomen van de tumor zelf. En daar kwam uit dat het was veroorzaakt door het HPV-virus. Nou, zoals net gezegd, HPV-gerelateerde keelkanker
snel en vaak naar de lymfeklieren in de nek outside. En dat is ook vaak wat patiënten als eerst zelf merken. En dat zijn ook de klachten die ze aan de huisarts doorgeven. Het is ook dus heel belangrijk, zoveel voor de patiënten als voor de huisartsen, om op die klachten alert te zijn. Dus bij zwelling in de nek die niet weggaat en alleen maar blijft groeien, moet je ook gaan denken aan HPV-gerelateerde keelkanker. En nogmaals, tot recent dachten de huisartsen aan keelkanker alleen bij oudere mensen die roken en drinken. Maar hier juist in de populatie van niet-rokers en zeker niet overmatig drinkers, jongere mensen, vaak mensen zelfs rondom 50, zelfs jonger, bij niet kleiner wordende zwelling in de keel, is het aan te raden om patiënten naar de KNO-dokter te sturen en eventueel verder onderzoeken. Nou, dat voortraject is ook gedaan om uiteindelijk mijn behandeling te kunnen starten. En die bestond uit 35 bestralingen. Dus dat was 7 weken lang, elke werkdag een bestraling. En elke week, en tijdens die 7 weken ook 1 keer per week een chemo. De meeste bijwerkingen die ik heb gehad is van het bestralen zelf. Dus je hebt bijwerkingen van het bestralen, maar ook bijwerkingen van de chemo. De heftigste bijwerkingen die ik heb gehad zijn van het bestralen. En je moet het zien, het bestralen betekent eigenlijk niks meer als anders dan dat de boel wordt weggebrand. Dus ik had een brandwond in mijn nek zelf. Maar ook in mijn keel is dus verbrand, want ja, dat is zo geïrriteerd. En naast dat wordt ook je mond meegenomen in het bestralen. Dus zowel mijn mond als mijn tong zaten onder de blaartjes. Ook je lymfeklier wordt meegenomen, maar ook je speekselklier wordt meegenomen in het bestralen. Dus uiteindelijk produceer je gewoon ook geen speeksel meer. En dat zijn wel hele heftige bestralingen, hele heftige bijwerkingen, die ook zeer pijnlijk zijn. Uiteindelijk is het zover dat je gewoon niet meer kan slikken van de pijn. Je kan dus ook niet meer eten. Het begint met het feit dat je heel snel vast voedsel niet meer kan eten. Dan stap je over op wat vloeibaar voedsel. Maar dat houdt op een gegeven moment ook op, want het slikken is zo pijn, dat gaat gewoon niet meer. Dus uiteindelijk krijg je ook zonder voeding. Maar nadat je klaar bent met het bestralen, ja, dan begint het eigenlijk het echt werk pas echt. Want het bestralen is niet zomaar uit je lichaam. Zeker 3-4 weken nadat je klaar bent met je behandeling, blijft het bestralen nog steeds zijn werk doen in je lichaam. Dus je kan nog steeds niet eten, je hebt nog steeds veel pijn. En daarna begint dat wel wat minder te worden en merk je wel dat de bijwerkingen wat weggaan, dat de pijn ook wat weggaat. Dat heeft wel 3 maanden heeft dat nodig voordat dan uiteindelijk wel het ziekenhuis kan zeggen van kijken van joh, is de behandeling succesvol geweest? Want dan is echt de eerste irritatie in je keel is dus weg en is je keel ook genezen en kan men inderdaad zien van ja, hoe ziet het je keel eruit en is de behandeling gelukt. Maar dat neemt niet weg dat je altijd last blijft houden van bijwerkingen. Een van de bijwerkingen is dat je speekselklier niet meer 100% zal herstellen. En dat betekent bij veel praten heb je heel snel een droge mond. Inspanningen heb ik heel snel een droge mond. Maar ook, ik kan niet meer alles eten. Omdat ik gewoon te weinig speeksel produceer om dan ook mijn voedsel goed te kunnen afslikken. Denk bijvoorbeeld aan kip. Dat kan ik gewoon niet meer eten. Dat is te droog. En ja, dus daar word ik wel elke dag mee geconfronteerd nog steeds. Er zijn denk ik 2 aspecten van awareness wat HPV-gerelateerde keelkanker betreft. Aan de ene kant bewustzijn bij de huisartsen en bij de patiënten dat de ziekte bestaat. En dat zou bijdragen bij vroeg opsporen. Maar aan de andere kant ook awareness dat de ziekte eigenlijk te voorkomen is door kinderen en jonge mensen te laten vaccineren tegen HPV-virus. Dat is meest effectief bij jonge kinderen, hè, voordat de seksuele contacten beginnen. Maar eigenlijk jonge mensen, jonger dan 27, kunnen profiteren van de vaccinatie. En ook nog misschien belangrijk om te zeggen, in totaal word je beschermd tegen 6 verschillende soorten kanker.
voor van de meest vaak voorkomende keelkanker, maar natuurlijk ook bij vrouwen baarmoederhalskanker is. Het gaat nu goed met me. In februari van 2022 is geconstateerd dat ik schoon ben. Dus dat de behandeling zeer succesvol is geweest. Ik zit nu 2,5 jaar in mijn controles. Ik heb toevallig 2 weken geleden nog een controle gehad en alles was goed. En de kans is gewoon ook heel erg klein dat het nog bij mij terug zal komen. Ik ben zeer positief gestemd over alles. Over de behandeling, over het ziekenhuis, over hoe het allemaal gegaan is. Ik weet van het HPV-vaccinatieprogramma. Ik hou me daar nu ook wat meer mee bezig dan vroeger natuurlijk, dat zul je ook wel begrijpen. Ik vind dat heel goed en heel belangrijk. Het grappige wellicht een beetje is dat toen ik inderdaad aan mijn ouders heb verteld dat er bij mij keelkanker was geconstateerd en dat was veroorzaakt door het HPV-virus. De eerste reactie van mijn moeder was, toen jij klein was, deze HPV-vaccinatieprogramma er was, had ik jou meteen die vaccinatie gegeven, zaten wij nu niet in deze ellende en had je inderdaad dit niet hoeven mee te maken. En ik denk dat dat ook wel mijn advies is voor iedereen die nog eventueel twijfelt aan deze vaccinatieprogramma. Nee, doe het alsjeblieft. Het voorkomt echt heel veel ellende en een hele heftige periode. En wat ik al zeg, ik heb permanente bijwerkingen waar ik dus nooit meer vanaf kom. Dat voorkom je met dit vaccinatieprogramma. Dus mijn advies is zeker, doe het. Denk daar verder niet bij na en doe het gewoon.